De komende weken zie je op dit kanaal hoe deze ras-echte Haagenese de Marktweg omtoveren tot de mooiste Oranjestraat van Nederland. Met in deze aflevering een terugblik op de grote opening van de straat. Het is zondag en Danny en zijn medebewoners zijn al vroeg begonnen om de laatste puntjes op de i te zetten voor de komst van de burgemeester. Want ja, je hebt maar één kans op een goede opening. Hij is anderhalf jaar geleden ook geweest en nu komt die man weer. Ja, dat is gewoon, ja, ik vind het echt een eer als een man komt. Echt, dat is ook nu, ja, wat ik vaak zeg, is een kroon op je werk. Dat is gewoon, ja, dat is iets heel apart dat je de Haagse burgemeester in je straat krijgt. Dat is echt top. Ik laat me eigenlijk verrassen, er zijn wat verrassingen. Dus ik zie wat allemaal gaat gebeuren. Er gaat heel veel gebeuren in ieder geval vandaag. Goedemiddag allemaal. Het is zondagmiddag en het gaat bijna van start dat WK in dat verre land, in dat warme land. Maar hier op de Marktweg, aan de Marktweg, in de Marktweg, in ons mooie Den Haag, werkelijk weer de mooiste Oranjestraat van het land. Toen ik, anderhalf jaar geleden, ik was net burgemeester en er mocht natuurlijk nog niet veel. Toen ik hier was met Zijne Majesteit de Koning, hij was onder de indruk, vonden we het al prachtig. Maar wat jullie dit jaar laten zien, geweldig! Maar het gaat niet alleen om die versiering. Het gaat ook om een buurt die elkaar in de gaten houdt. Die elkaar lief en waarmee je lief en leed deelt. Waar je niet je buren links laat liggen, maar waar je een beetje op elkaar let. Als het goed gaat of wat minder gaat. En dat is ook wat ik hier zie. En daar ben ik ontzettend blij mee. En nu, het belangrijkste, ik kon het de vorige keer niet doen, maar nu doe ik het van harte. Ik zal hem jullie nu geven, de mooiste Oranjestraat van Nederland. En hier is het bord en hier is het bewijs! En dames en heren, tenslotte, beetje opschieten jongens, hè? Nee hoor, nee, flauw. Kijk eens, Oranjestraat van Nederland. Ja, kijk, hij heeft wat dingen in zijn handen en ja, je zit het op te hopen en... Ja, en dan staat daar en overhandig hem en ja, je bent wel gewoon weer nummer 1 van Nederland. De mooiste Oranjestraat van Nederland, is nog wel. Voetballen vind ik leuk, maar dit is mijn ding. En ik bedoel, als je dan de prijs dan weer krijgt van de burgemeester, de mooiste Oranjestraat van Nederland. Ja, dat is weer, wat ik zeg, de kroon op je werk. Geweldig. En dus, de Marktweg is klaar. Het WK kan beginnen. Ja! Ik vond het een hele mooie toespraak, want het is ook de reden tot wat doen. Het brengt ook samenhorigheid, de mensen bij elkaar. Wat ik zeg, je gaat bij de mensen het centje ophalen, je komt weer nieuwe buren tegen. Want dat is best wel anderhalf jaar, twee jaar geleden. Dus je komt weer andere mensen tegen. En wat ik zeg, de mensen worden vrolijk als ze door deze straat heen lopen. En het, ja, daar doe je het ook voor, weet je, voor de mensen om weer vrolijkheid te creëren eigenlijk. Het belangrijkste is de mensen bij elkaar brengen, weet je. Dus wij denken aan de mensen die hier wonen, maar ook aan alle mensen die hier wonen. Hier woont echt van alles in de straat, alle rassen en stammen en alle kleuren. We woont hier in de straat en het mooiste is, iedereen doet mee, iedereen. Wij houden van deze buurt, we houden van deze wijk, we houden van Nederland. En dat is wat ik wou zeggen. Iedereen komt bij elkaar, wordt een leuk sfeertje, de connectie met de buurt is goed. Traditie moet er blijven staan.